mij. Heb je ooit de film Schindler's List gezien? Ja. Wat vond je ervan? Een hele mooie film. Is het een waar gebeurd verhaal? Ja, wil je wat drinken? Ja, graag. Kun je kort samenvatten waar de film over gaat? De film gaat over Oscar Schindler. Het is een man en hij heeft een fabriek. En door alle Joden aan te nemen, in zijn fabriek, zeg maar, zijn ze veilig en hebben ze werk. En hij doet zich voor alsof hij bij de Duitsers hoort. Nou ja, zo redt hij dus 2300 Joden. En wie is Oscar Schindler? Oscar Schindler is de hoofdpersoon. En aan het begin richt hij zich vooral op geld. Maar aan het eind van de film heb je dus door dat hij gewoon de Joden wil redden. Dus aanschouw je hem als held? Ja, ja, zeker. Welke kunststromingen horen bij deze film? Massacultuur en postmodernisme. En wat zijn de kenmerken van deze stromingen? Het is een vorm van cultuurbeleving dat samenhangt met industrialisatie. En Schindler heeft 2300 Joden kunnen redden door middel van zijn potten- en pandenfabriek. En waarom heet de film Schindler's List? Omdat Schindler een lijst heeft van de Joden die in zijn fabriek werken. Dus de lijst met Joden die hij redt. Door wie wordt Schindler en de rest van de karakters gespeeld? Dat zou ik even laten zien. Maar eerst even donker. Dit is Amon Göth. Hij was de commandant van het nazi-concentratiekamp. Hij was een hele nare man, omdat hij schoot gewoon vanaf zo'n balkonnetje Joden neer, omdat hij zich verveelde. Gespeeld door Ralph Fiennes. Dit is Isaac Stern. Hij was de boekhouder van Schindler. Hij maakte de lijst. Gespeeld door Ben Kingsley. En als laatst Oscar Schindler zelf. Gespeeld door Liam Neeson. En wie is de regisseur? Dat is Steven Spielberg. En wat zijn zijn kenmerken van zijn regie? Het is dromerig, romantisch. Er mist vaak een vaderlijke figuur. En hij zet je aan het denken. Wat heeft hij gedaan met de miljarden dollars winst? Dat wou hij niet. Hij vond het bloedgeld. Dus hij gaf het weg aan goede doelen. En waarom koos hij ervoor om Schindler's List zwart-wit te filmen, terwijl hij ook met kleur kon filmen? Dat deed hij omdat in die tijd het sowieso zwart-wit was en dan leef je meer mee met de film. Is alles zwart-wit gefilmd? Nee, er zijn twee scènes in kleur. De eerste is een kaars. Die zie je opbranden en je ziet ook een meisje in een rood jasje. Wat wilde Spielberg hiermee doen? De kaars en het meisje stonden voor hoop. En ook het meisje in het rode jasje zie je eerst gewoon lopen. En later zie je alleen haar jasje op de brandstapel. Dan realiseer je dus dat ze niet meer leeft. En nou ja, omdat je onderbewustzijnde zeg maar haar mee heeft gekregen, dat je weet wie het is, dan heb je meer medelijden. Wat is het effect van zwart-wit filmen? Door zwart-wit is het dramatischer en nostalgisch. Door wie is de muziek gecomponeerd? Door John Williams. Kan je een stukje laten horen? Natuurlijk. Wat is het effect van deze muziek? Muziek versterkt de inhoud van een scène. En deze film is, gaat over oorlog. Dus er wordt gebruik gemaakt van zielige muziek en spannend. En het is om emotie bij de kijker op te wekken. Door welk effect heeft Spielberg de film een bepaalde sfeer kunnen geven? Wat bij hem belangrijk is, is dat het zwart-wit was. En de muziek is heel belangrijk. Kijk maar. Oké, ja, genoeg. Doei!